welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Valk. Ik zit vandaag naast Carmen Bos en Jess Halsema. En ik ben Ines Asnoem. Vandaag hebben we een interview met Leonne Stentler. Yes. Zij is ex-profvoetballer, heeft gespeeld voor Ajax en ADO en ook voor het Nederlands elftal. Hoe ging het interview? Nou, dat was zo goed. Het was een hele spontane mevrouw, zeg maar. Oké. Maar heel aardig. Als je benieuwd bent, blijf vooral verder kijken. Wie vind je de beste spelen? Isco. Messi. Wie zou je willen spelen als je terug zou gaan naar Olympique Lyon. 5 jaar geen voetbal, 5 jaar geen pizza. Zo. Nou, dan wel 5 jaar geen pizza. Wat is het beste om een wedstrijd die je hebt gewonnen te vieren? Nou, met het hele team een paar flessen champagne. Van wie heb je het meeste geleerd? Van Sarina Wiegman. Dat is nu de bondscoach van het Nederlands team. En die heb ik 5 jaar bij ADO gehad. En die heeft me wel wat levenslessen gegeven. De laatste vraag is, wat vind je het leukste in je team? Tuurlijk. Super gemeend, hè? Yes! Het is gelukt. Bam! Dankjewel. Als je het hele interview met Leonne wil zien, klik dan op de link in de beschrijving. En nu gaan we over naar Loutje Trap. Ik sta hier met Leonne Stentler, ex-profvoetballer, en Adam, jongerenwerker. Wij gaan vandaag Loutje trappen om de wedstrijd te voorspellen. Voor wie schiet jij? Frankrijk. Ik denk dat het een op. Ah! Ik ben de stijl van de. Ja, ja. Ga maar naar de beelden. Wordt 3-1 voor Frankrijk tegen Uruguay deze vrijdag. Nu verder met les met Ines. We hebben jouw voetbalkennis weer eens getest. Kijk met ons mee. Oké, nou welkom bij les met Ines. Vraag 1. Wat is Zwalbe? Zwalbe. Heeft dit met voetbal te maken? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik dacht eerst dat het zeg maar dat je een boot had en je weet dat die peddel. Nee, ik weet niet wat het is. Ik denk dat als een voetballer ziek is, dat ze dan hem gaan zwalben of zo. Oké, volgende vraag. Wat is een punter? Punter. Ik denk dat is de punt van je schoen. Close. Ja, oh, de stoppetjes onder je schoen. Oké, laat maar. Wanneer is het buitenspel? Het is buitenspel als de bal achter over de lijn gaat. Toch? Wat doet de spits? De spits zorgt ervoor dat het niet zo druk wordt. Nee. Spits is juist wanneer het heel druk is. Hoeveel mensen zitten er in een elftal? 11. Nou, weet jij het wel? Let us know below. De next item is een hot minute en dat hebben we buiten gedaan met de bewoners. Ook hebben we een rapper geïnterviewd, dus ben je benieuwd? Kijk verder, of kijk zeker verder. Okay, we gaan in een halve minuut jou zoveel mogelijk vragen stellen en jij moet ze heel snel beantwoorden. Oké, cool. Ben je klaar voor? Yes. Oké. Mexico of Zweden? Mexico. Wie vind jij een slechte speler? Weet ik niet. Wie vind jij een betere speler, Neymar of Messi? Messi. Servië of Brazilië? Brazilië. Zwitserland of Costa Rica? Costa Rica. Waar speel je liever, als middenvelder of als verdediger? Verdediger. Wie gaat er winnen, Engeland of België? België. Wie vind je beter, Yassin Ayoub of Cristiano Ronaldo? Yassin Ayoub. Welk team wil je spelen, Panama of Tunesië? Tunesië. Wie is de beste speler van het hele WK? Tijd voorbij. Oké. Zwitserland of Costa Rica? Zwitserland. Waar speel je liever, als middenvelder of als verdediger? Middenvelder. Wie gaat er winnen, Engeland of België? België. Wie vind jij een betere speler, Yassin Ayoub of Cristiano Ronaldo? Ronaldo. In welk team wil je spelen, Panama of Tunesië? Tunesië. Wie is de beste speler van het hele WK dit jaar? Ronaldo. Welk team mag voor jou naar huis? Wat?
Nee. Ik weet niet, Panama. Oké, waar wordt WK gehouden? Rusland. Oké, dan. Dat was hem. Jongens, dit was de aflevering. We hopen dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, wat moeten ze dan doen? Liken. Subscriben. Delen. En natuurlijk onze Instagram volgen. We heten... Jongerenpersbureau. Juist. Tot de volgende keer. Doei! Doei.